yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo boys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Skinner en vandaag gaan wij lekker voor je team damage spelen op de map. Vergeet altijd Fringe met de KRM 262. Waarom met deze shotgun? Omdat ik deze shotgun constant tegen me krijg. En dat ding is overpowered als de pest elke keer als ik hem tegen krijg. Ik ga dus vandaag met de KRM spelen. Dus de shotgun. Volgens mij is hij juist gebufft waarom mensen hem nu gebruiken. Want kijk, het is echt zo'n one shot kill van dichtbij en natuurlijk weer zo'n two-shot kill van veraf. Dus ik speel hier met Fast Max en Extended Max op. Ik heb namelijk nog niet heel veel vrijgespeeld. Oké, dankjewel teammate. Jij bent echt een topper. Ik heb nog niet heel veel op deze shotgun vrijgespeeld. Dus we zullen wel zien hoe we het met deze setup gaan doen. En tot nu toe vind ik het... Uitkijken. Een redelijk chille shotgun. Ik heb hiervoor even één potje Free for All hiermee gespeeld. En het ging super goed. Oh god, dat ging super goed. Dus ik ben benieuwd hoe dat met Team Deathmatch gaat doen, jongen. Het is natuurlijk wel even een nadeel dat die mensen assault rifles en submachine guns en al die shit gebruiken. Want ik kom niet heel dichtbij dan bij ze. En dan moet ik helemaal gaan manoeuvreren. Zoals je dat netjes kan zeggen. En ik weet nu even niet waar ze zijn. Teammates, half in UAV. Oké, ja, care package kan ook, maar die is wel van de enemy team. Dus dat is even iets minder. Ik weet dat er eentje in deze huis zit. In dit huis. Dit huis, deze huis, ik huis, jij huis, wij huizen. Oh god. Dankjewel teammate voor je dikke sniper kill. Oh, 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 triple killetje. Lekker hoor. Lekker. Oh, nee, dat ga ik niet redden. Doei. Daar zat er eentje ook in het raam. Even kijken of we ons kunnen manoeuvreren achter hem. Ja, dat kunnen wij. Lekker. Er zit er nog eentje hier. Oh, lekker hoor. Tering. Ik ben even aan het concentreren, zo. Tot nu toe, deze shotgun. Ik vind hem wel redelijk relaxed. Jij zit in het hoekje te campen. Ik gebruik even mijn kinetic, want ik was sowieso dood geweest. Als ik die niet had gebruikt, dan was ik account UAV in UAV. Dus ik hoef niet te rekenen op mijn teammates dat zij een UAV of zo halen. Ik denk dat ik dat moet gaan doen. Ze hebben een Guardian. Die laat ik even daar voor wat het is. We gaan gewoon lekker verder. Oh, ja, oké. Okay, die ga ik niet challenge. Wacht. Zo, ga ik campen, wacht. Hier eentje. Oh, die is al weggerend. Oké, okay. En die is ook al dood of weggerend. Oké, okay, chill man. Oké, okay, let's go. We hebben tenminste wel wat aan onze teammates. We staan lekker voor, dus we gaan lekker ons gangetje. We gaan lekker ons gangetje. We lopen gewoon lekker rond. Heus niet aan het campen of zo. In tegenstelling tot de enemies die hier wel willen gaan campen, zoals je kunt zien. Maar die gaan wij nakken, vriend. Ze hebben geen idee dat ik... Oh, achter ze kom. Dankjewel, teammate. Geen idee dat ik elke keer achter ze kom. Dat is wel echt super relaxed. Ik denk dat als ik Long Barrel even... Rapfire, oh mijn god. Long Barrel Rapfire op heb. Dat het ding echt super overpowered is. Dat heb ik. Zo'n gevoel heb ik. Dat hij wel echt... Oh god. Teammates, jullie helpen me weer niet. Dat vind ik wel echt een beetje minder. Een beetje minder. Maakt niet uit. We gaan lekker. We gaan hard. Ik heb deze shotgun echt amper gebruikt. En ik heb hem alsnog level 10. Ik snap dat niet. Kunnen jullie mij alsjeblieft even... Oh my god, daar val ik wel heel erg. Kijk, daarom, ik wil de hele tijd R2 indrukken, zodat ik schiet. Maar hij pompt, ja, grappig. Nee, hij pompt, zeg maar, langzaam. Dus daarom moet Rapid Fire er even opstaan, zodat je sneller kunt pompen. Dan kun je in principe de hitmarks goed maken die je maakt. En met Long Barrel erop is dat helemaal extra damage. Dus, toppie. Want meestal is het ook, als je hem op middelmatige range zeg maar, pakt, is het al zeg maar, het geval dat hij weak is. Kijk, nu pak ik hem van heel erg dichtbij. En weer. Deze enemies zijn echt slecht, man. Holy shit. Oh my god. Ik zag hier net twee op de UAV. Daar ben jij. Niet mijn UAV's kapot maken en mijn counter UAV's. Vriend, die heb ik nodig om te winnen. Begrijp je dat dan niet? Ik heb mijn kinetic, dus als deze man even pusht. Nee dus. Ja, daar in die schuur hoor, jongens. Nou, ze hebben weer mijn UAV. Ze zijn aan het concentreren op mijn UAV, man. Oké, okay, waarom was ik daarin aan het zoomen? Oh. Oh, teammate. Dankjewel, want ik faalde even. Dankjewel. Hé, dan heb je eindelijk wel wat aan je teammates. Potverdikke me, zeg. We gaan echt hard met deze shotgun, jongen. En we hebben gewoon onze hater. Let's go, man. Holy shit. Op een stokkie. Jezus, Mina. Deze shotgun is echt... Ik snap nu best wel waarom mensen deze shotgun gebruiken. Daar val ik heel erg.
Deze shotgun is echt heel erg sterk gewoon. Ik zeg niet Argus sterk. Argus is gewoon een one-shot kill. Helemaal omdat al die wapens gebufft zijn op dit moment. Voor de mensen die niet weten, buffen betekent upgraden, zeg maar. Dus sterker maken. Nerven is zeg maar slapper maken. Dus als een van ons allemaal iets vertelt over nerven of buffen, dan is het dat het wapen sterker is gemaakt. Gaat het trouwens tot 100 of 75? Ik weet het niet. Ik weet niet meer. Ik speel amper 10 deathmatch daarom. Volgens mij is het geupgraden 100, toch? Oké, dan kunnen we nog lekker killen namelijk. Dat is wel even relaxed. Oh my god. Maar dat moet ik niet falen. Dat moet ik niet falen. Het zit allemaal in het midden, man. Die kan ik amper challengen. Want zij hebben allemaal light machine guns en assault rifles en noem maar op. Die hele ramban. Oh. Dankjewel. Headshot. Zijn hoofd stak eruit. Oh, achter ons. Lekker. Lekker bezig, teammate. Teammates zijn ook wel lekker bezig, hoor. We staan niks voor niks 80 punten. Zeg maar. Dan moet ik even nadenken. 36 punten voor. Dan staat er daar één die laat van de teammates. Kan ik vanaf hier... Oh my god. Ik wou zeggen, kan ik vanaf hier hem killen? Maar dat ging even fout. Want ik ging even een hele andere kant op met mijn pokie. Een heel erg sportief pokie. We gaan echt super lekker, jongen. Laten we niet geraakt worden door die. Voor die ding. Dankjewel. Jezus, man. We gaan echt lekker, joh. Ik ben even lekker aan het concentreren. Want deze shotgun, jongen. Echt waar. Holy shit. Ik ga deze shotgun vaker gebruiken. Tenen. Oh. Ik zit gewoon op een merciless. Ah, jammer dat dat net niet even een one-shot is, snap je? Ah, jammer. Dat maakt die shotgun ook weer niet heel erg betrouwbaar. Want het was best wel dichtbij waarvan ik schoot. Ah, we hebben sowieso gewonnen. We hoeven nog één kill. Hoppa, dat doen we nog met een boom headshot. Hoeveel staan we? 39-8. Heerlijke score met KRM. Jongens, ik raad deze shotgun echt aan. Om lekker te gebruiken. Ga er gewoon lekker mee kloten. Want zoals je kunt zien, het is ook, dit is een middelmatige kleine map. Deze shotgun zal natuurlijk ook wel zwaar overpowered zijn op de kleinere mappen. Maar je kunt hem overal echt zeg maar gebruiken. Want je kunt hem op middelafstand, zeg maar de middelafstand kun je hem ja, af en toe een one-shot krijgen. Dus dat is een beetje risico. Maar van dichtbij is dit wapen gewoon super sterk. Zoals je kunt zien, het is gewoon een gegarandeerde one-shot. En ik raad deze shotgun zeker aan om te gebruiken als jij een keertje iets anders wil gebruiken dan bijvoorbeeld een HVK of een AK. Of een KN noemen ze dat. Of een Gorgon. Of weet ik wat allemaal. Dan raad ik deze shotgun zeker aan. Maar jongens, als je het leuk hebt gevonden, natuurlijk even een blauw duimpje achter. Blauw duimpje achter, dus niet dit, maar dit. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk even mijn kanaal uit hier beneden. En vergeet natuurlijk niet om mijn kanaal te abonneren. En laat even weten in de reacties wat jullie tot nu toe van de KRM vinden. Of tenminste tot nu toe. Als jullie hem weer gebruiken, laat dan even weten wat jij van de KRM nu vindt, zeg maar. Want hij was eerst een stuk... Oh, kijk nou, we hebben ook nog Longbow en Raptfire gelokt. Maar laat dat dan eventjes weten in de reacties. Als we de 1000 duimpjes omhoog kunnen halen, zou ik dat echt super tof vinden. Sowieso heel erg bedankt voor jullie support. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later, jongens.